Ik heb in de laatste paar maanden weer een aantal dingen opgemaakt. En dit zijn een beetje de kazen, knutselspullen, koffie en thee, dat soort dingen. Als eerste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kazen in verschillende geuren. Er zitten kazen bij van de IKEA, maar ook van de Primark en van de Action. Ja, en allemaal erg lekker. Het is volgens mij voornamelijk vanille en appel. Geuren die... Oh ja, dit is sweet vanille en kokosnoot. Hier nog eentje. Clean cotton. En dit is een appel en vanille. Ja, het is van verschillende geuren. En ik vind ze allemaal erg lekker. Dan weer een aantal 2 gelpennen, 2 pennen en een aantal stiften opgemaakt. Ook een vitamine C buisje met bruistabletten. Erg sinaasappelsmaak en is best lekker. Dan een notitieboekje. Die gebruik ik om mijn boodschaplijstje op te schrijven. Lekker klein formaat. Deze heb ik toen ooit een keer bij de Action meegenomen. Be yourself, everyone else is already taken. Blijft een goede quote. Dan deze cappuccino hazelnoot van de Albert Heijn. Erg lekker. Daarin heb ik 1 setje met grotere vaccinelichtjes van IKEA. Erg lekkere geur. En dan verschillende rolletjes plakband en washi tape opgemaakt. Twee doosjes met nietjes. Nog een pen en een markeerstift. Alcoholmarker. 1 hele oude Yankee Candle, zo'n waxmelt. Ik weet alleen wel dat ik hem in tweeën moet doen. Anders is hij net iets te groot voor de brander. En hij verkruimelt. Dus die dingen moet je niet te lang bewaren. Dan een doosje met stickers voor de Sprocket. Er zitten 20 stuks in. Een stift. Britstift. Lijmstift. Ik vind deze nog het beste werken. En dan voor de rest is het stickers, thee en koffie en kauwgom. Ja, dit zijn van die labelstickers van de HEMA. Een doosje thee met 4 verschillende soorten. De karamelpeer, de apple pie en de spice biscuit waren erg lekker. De cacao vond ik iets minder. Zoethout thee, erg lekkere thee.
Oh, deze is ook erg lekker. Kamillehoning. Zeker nog een keer halen. Een pakje kauwgom. Oh ja, er zitten 3 pakjes in. Nog een doosje met, nog een velletje met van die stickers. Een vel met stickers. Deze hoort bij, ja, worden bij de Action verkocht met 2 verschillende vellen. En die zijn ietsje te relief in. Maar ik ben daar geen fan van, maar ik vind deze wel fijn en leuk. Dan weer 3 vellen met labelstickers. Nog een vel van die stickers van de Action. Een doosje met latte pumpkin spice. Vond hem wel lekker. Maar ik had er meer van verwacht. Hij was niet slecht, maar ik vond de... Ja, ik heb natuurlijk bij Starbucks alleen maar de pumpkin spice frappuccino gehad. Die was erg lekker. Ik vond deze wat minder zoet. En net als bij de andere variatiebox vond ik niet alle smaken erg lekker. Cranberry en de... Ja, mango jasmijn. Nee, de cranberry en de strawberry lemongrass vond ik het minste. De kokosnoot en de mango jasmijn vond ik het lekkerst. En dit zijn 2 vellen met stickers met Disney prinsessen erop. Dit zijn Frozen stickers waren dit. Nog een velletje van stickers van de Action. Oh, correctie. Dat was 2 stuks. Weer een zakje met kauwgom. En de geurkazen van de adventskalender van 2019 en die van 2020 heb ik opgemaakt. Erg lekker. Ik vond die van vorig jaar vond ik lekkerder dan van het jaar daarvoor. Ja, maar goed, er zit ook vanille bij. Maar ook die andere 2 waren ook erg lekker. En dit zijn stickers van de Creachick stickerdoos. De kerststickers. Erg leuke stickers. Dan de Latte Macchiato Caramel van de Dolce Gusto. Erg lekker. Dat verklaart ook waarom ik 2 doosjes heb opgemaakt. Dan een doosje van de Choco Gino. Ook erg lekker. Maar de caramel vind ik net iets lekkerder. Doosje. Over de caramel gesproken. Daar heb ik ook een doosje van opgemaakt. Ja, mijn favoriet. De Chai Tea Latte. Jezelf. Ja, absoluut. Dit is niet het laatste doosje wat ik ervan opmaak. En de Nesquik Chocomel. Ik vond alleen die Chococino vind ik net iets lekkerder. En dat was het. Wat ik de laatste tijd heb opgemaakt.